Ja, ik ga het met u hebben vandaag over een ongemakkelijke relatie, namelijk de relatie tussen geneeskunde en de dood. Dit is hoe we dat het liefst zien, de arts en de dood. De arts, een heroïsche man, toen nog. Dit is een plaatje uit het interbellum, tijd tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog. Toen waren dat nog mannen, een beetje licht erotiserend of zwaar erotiserend plaatje. De stoere man, de stoere specialist, arts, mannelijk nog. Die het leven van de patiënt beschermt tegen de bedreiging van de dood. En daar ook eigenlijk altijd in slaagt. En dat is daarom zo'n aardig plaatje, omdat een veelzeggend plaatje uit die tijd. Omdat het een plaatje is uit de tijd dat infectieziekten de grootste killers waren van West-Europa. Dat is sterk en ingrijpend veranderd. We leven in de periode van de chronische en degeneratieve ziekte. Waar we weliswaar een hoge gemiddelde levensverwachting bij geboorte hebben. Gemiddeld 80. Waar dat lange tijd tot diep in de 19e eeuw zo 30, 35 was geweest. Dus er is heel veel vooruitgang geboekt. Maar juist in dat laatste levensjaar, daar zit de ellende, daar zitten de problemen. Zowel menselijk, als medisch-technologisch, als financieel. Dus daar zit een groot probleem. Daar zit die ongemakkelijkheid waar ik op doel in de titel van mijn verhaal. En ik wilde beginnen met een citaat van Sherwin Nuland, misschien bij sommigen van u bekend, een topchirurg verbonden aan Yale Medical School in de Verenigde Staten. Naast zijn werkzaamheden als chirurg, topchirurg, heeft hij een groot interesse voor de medische geschiedenis, voor de medische ethiek, voor literatuur. En hij schrijft veel en goed en is genomineerd voor allerlei prijzen en wordt over de hele wereld eigenlijk gelezen. Hij heeft onder andere een boek geschreven, How We Die. Ook vertaald in het Nederlands, Hoe Wij Sterven, ligt bij de slechte voor de geïnteresseerden. Er gaat straks een run op naar de slechte. En aan een Nederlandse editie van dit boek ontleen ik deze citaten. Nuland zegt daar, tegenwoordig wordt het streven naar de ars moriendi, een term waar ik later nog op terug zal komen, dateert uit de middeleeuwen, maar is Latijn voor de kunst van het sterven, bemoeilijkt door onze pogingen tot wegstoppen en steriliseren. Het moderne doodgaan vindt plaats in het moderne ziekenhuis waar het kan worden weggestopt, ontdaan van zijn organische afstotelijkheid en tenslotte verpakt voor een moderne begrafenis. Dus ook deze topchirurg, een onverdachte bron, voelt dat ongemakkelijke gevoel over de omgang met de dood. En ik wilde dit verhaal verder vormgeven aan de hand van een boek, een beroemd boek van de Franse mentaliteitshistoricus Philippe Ariès, getiteld L'homme devant la mort. Een heel mooi boek, een dikke pil waar hij 20 jaar aan heeft gewerkt, maar het is in korte tijd samen te vatten in een aantal uitgangspunten, analytische uitgangspunten. Ten eerste staat Ariès op het standpunt dat er een verband bestaat tussen het zelfbewustzijn van de mens en zijn houding tegenover de dood. En zijn zelfbewustzijn, daar bedoelt hij dan mee de manier waarop de mens over zichzelf denkt en over het leven nadenkt, zijn plaats in de wereld en wat er voor geboorte en na dood gebeurt. En de werkhypothese, dat is interessant, en houdt u die even vast, want dat structureert de rest van mijn verhaal, maakt hij gebruik van de dichotomie, de tegenstelling tussen natuur en cultuur. En hij zegt, de dood is onderdeel van de natuur. De dood is eigenlijk een mysterie. Wij begrijpen hem niet goed en is dus wild en bedreigend en afschrikwekkend. En als onderdeel van de natuur moet hij dus betekenisvol worden gemaakt, omdat we er anders niet mee kunnen omgaan. Hij moet als het ware door cultuur worden getemd. Nou, hoe doen we dat dan? In de middeleeuwen, want dit is een boek met een grote greep, gaat van 500 tot het heden. In de middeleeuwen werd de dood getemd met het christendom, met de Bijbel. Ariès, een boek, dus het uitgangspunt van het boek is die tegenstelling tussen natuur en cultuur en de omgang met de dood. En vervolgens deelt hij dat boek in 5 fasen. En het is vooral van belang om de eerste en de laatste fase in de gaten te houden. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, hoe dik het boek ook is, het is eigenlijk een pamflet. Een cultuurkritiek op onze tijd. En hij houdt eigenlijk de middeleeuwen aan ons voor als voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Wat is er dan aan de hand in die eerste fase van de getemde dood? In die fase geldt dat de dood is geen individueel lot, niet iets wat mij overkomt. Ik met mijn unieke persoonlijkheid. Maar het is eigenlijk ingebed in een cyclische opvatting over het leven.
He, dus ik maak deel uit van mijn familie, van mijn gemeenschap, van de parochie, van de stad. En eigenlijk ben ik één van die gemeenschap. Dus mijn sterven is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Mijn sterven is eigenlijk een tamelijk anoniem sterven. Er is ook sprake van eenheid in de tijd. Eigenlijk een cyclische geschiedsopvatting zou je kunnen zeggen. De grote breuken in de geschiedenis zijn de schepping, de zondeval, de terugkeer van Christus en het laatste oordeel. He, dus eigenlijk de individuele dood is niets, is van voorbijgaande aard. Het is eigenlijk een doorgangshuis. Dus dat blinde geweld van die natuur, dat is wat Ariel wil betogen, wordt acceptabel gemaakt en zelfs betekenisvol gemaakt door die christelijke rituelen. Belangrijk is ook het laatste Bijbelboek, de terugkeer van Christus. Die is belangrijk in de zin van, Christus komt dan nog één keer terug om alle mensen, levenden en stervenden, gestorvenen, mee te nemen naar de eeuwige gelukzaligheid. Dus de dood is eigenlijk een wachtkamer, is een vredige slaap en niet een zwart gat en een eeuwig eind. Om dat te illustreren een paar plaatjes, ik heb deze dia de rust van een ridder genoemd. In Salisbury Cathedral ligt die opgebaard. Ja, de middeleeuwen waren natuurlijk een tijd vol analfabetisme, dus we moeten die tijd vooral lezen en begrijpen via de schilderingen en sculpturen. En wat hier wordt uitgedrukt door dat sculptuur op dat graf, de ridder ligt in die tombe onder hem en ligt daar in volstrekte aanvaarding, helemaal sereen en tevreden en vol aanvaarding met zijn lot, te wachten op de terugkeer van Christus. Hier zien we dat. Christus komt terug voor de laatste keer en neemt iedereen, alle mensen, in één keer mee naar zijn vader en naar de eeuwige gelukzaligheid. Dat is de beginperiode. Dat is het eikpunt van Ariel dat hij ons wil voorhouden in onze tijd, waar we dus een veel ongemakkelijker omgang hebben met de dood. En dan tenslotte, nu maakt Ariel zijn eigenlijke punt, de onzichtbare dood, en dat is onze eigen tijd. De dood is volledig verdwenen uit de intimiteit van de familie en de gemeenschap. Sterven is een private gebeurtenis geworden in het ziekenhuis, waarbij de stervende wordt omringd door professionals, die natuurlijk het beste met hem voor hebben, maar het zijn vreemden. Dus die weten niet wat hij wil, hoe hij geleefd heeft en hoe hij denkt over leven en dood. Er is eigenlijk sprake van een rationalisering van de dood, een biologisering. Leven is niet meer een mysterie, maar een leven is een optelsom van fysiologische principes, van moleculen, van genen enzovoorts. En ontslaan de mens als het ware van de opdracht tot intimiteit, zoals in de eerste periode het geval was. Er is ook een juridisering van de dood, daar begon ik net mee, denk aan die discussies in de werkgroepen, die eigenlijk een reglementering is van het onbenoembare, van het mysterie. En de paradox is, en dat is eigenlijk het tragische van deze tijd, volgens Ariel, dat is dat doordat de natuur door medische technologie wordt getemd, wordt de dood juist weer wild en onbeheersbaar en afschrikwekkend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit dit citaat van de beroemde columnist en schrijver en verpleeghuisarts Bert Keizer in een boek Het refrein is hein. Leven is biochemie geworden. We weten niet goed meer wat we doen en waarom. En daarom kijken we maar naar wat onze moleculen doen. Terug naar Nuland, waarmee de cirkel bijna rond is. Want we komen nu bij zijn pleidooi. Hij zegt, de technologische arts, waartoe hij zichzelf ook rekent, beschikt over hoogwaardige biomedische kennis. Maar de huisarts heeft een grote vertrouwdheid met de levenswaarde van de stervende mens. De waardigheid die we zoeken in de dood moet worden gevonden in de waardigheid waarmee we hebben geleefd. De ars moriendi is eigenlijk, of dient eigenlijk te worden, de ars vivendi. De eerlijkheid en deugd van het leven dat ten einde loopt, is de ware graadmeter van ons sterven. En hier zit het pleidooi in. Genoeg is genoeg, dat lijkt hij te willen zeggen. De medisch specialist moet weten wanneer op te houden en wanneer de patiënt terug te sturen naar de intimiteit van zijn familie, om daar omringd door zijn geliefde en de huisarts te sterven. Dus Nuland bepleit niet het leven rekken, eindeloos rekken, ten koste van veel technologie en geld, maar juist waardevol maken. En dan vervolgens de dood accepteren, zowel door arts als patiënt. En intimiteit van de sterfomgeving creëren. Je zou kunnen zeggen, als je nou Nuland en Ariel op elkaar betrekt, moeten we dan terug naar de middeleeuwen? Nou, dat lijkt mij niet, al was het alleen maar vanwege die gemiddelde levensverwachting, maar ook andere genoegens. Maar, en dat is de pointe van dit verhaal, ze kunnen ons misschien wel iets leren, namelijk aanvaarding van de levenscyclus. De dood hoort bij het leven, daar is geen
geen ontkennen aan en geen ontkomen aan. En misschien iets meer focus op levenskunst dan op doodsangst. En tenslotte wil ik u dit niet onthouden, op terug naar huis ter overdenking. Dank u voor uw aandacht.